kan Neymar ook precies hetzelfde verhaal, joh. Ik bedoel, zijn gozer, wat zou hij verdiend hebben? Een miljard euro? Dat denk ik. Bij Barcelona? In ieder geval waar maak je dan nog druk om, joh? Ja. Ja, waarom zou die vader nog willen cashen? Je hebt toch alles al? Die vader? Ja. Ja, maar dat zijn vaak van die types die vinden dat wel lekker, weet je. Die voelen zich al een beetje een onbenul naast die jongen. Is dat zo? Ja, hè? Ja, dat weet ik niet. Als jij de vader van Messi bent, dan ben je gewoon een onbenul natuurlijk. In de ogen van heel veel mensen. Oké. Okay. Jouw zoon is wel. Nou ja, dan moet je even naar die documentaire kijken van Ronaldo. Ja? Die heb ik gezien, die zijn vader leeft nog weliswaar niet meer, maar zijn moeder nog wel, zijn broer ook. Nou ja, zijn broer wordt daar in die documentaire gewoon heel de documentaire voor onbenul uitgemaakt. En die mag blij zijn dat de grote Ronaldo hem, zeg maar, in leven houdt. In zijn entourage ook. Ja, in zijn entourage. Ja. Maar hij wilde niet weg, hè? Hij wilde niet weg. Nee, maar lieve schat, die mensen hebben gewoon geen euro meer om te besteden. Mm. Dan houdt het gewoon op. Maar dan ga je toch niet naar Paris Saint-Germain? Ga je lekker in Amerika voetballen, snapt iedereen? Ja, bij Inter Miami. Ja. Bij de Gele Canarie. Kindjes mee. En dan heb je het heerlijk naar je zin. Bij de Gele Canarie. He? De Gele Canarie, ze zijn bij Inter Miami. De Gele Canarie zit bij... Ja, nou ja, het is niet zo feest om met de Gele Canarie te spelen natuurlijk. Dat zeg ik niet, maar ik bedoel dan, ja, wat maakt het uit? Ja, dus het is in ieder geval goed weer daar. Lekker, man. Tuurlijk. Maar kijk, als die jongen in Barcelona wil gaan wonen... dan weet hij ook niet wat hij meemaakt als hij dadelijk bij Parijs woont, hoor. Want dat is een wereld van verschil natuurlijk. Als deze jongen in Barcelona wil blijven wonen, dan moet hij gewoon in zijn eentje naar Parijs gaan en dat gezinnetje daar laten. En die kindjes lekker op een schooltje laten waar ze nu zitten. Ja, nou ja, wellicht. Ook voor het laatste voetbalnieuws ga je naar veronicainsight.nl. Doei!